Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus. Het programma waar de focus wordt gelegd op de activiteiten die voor u als samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus. Hof van Justitie opent nieuw zittingsjaar op aangepaste wijze. Presidentsvrouw Melissa Santokisinajeri legt krans bij standbeeld Mahatma Gandhi. Internationale Dag van de Geweldloosheid, geïnspireerd door Gandhi. En doorstart personenverkeer Suriname-Nederland onder aangepaste voorwaarden. Het Hof van Justitie heeft zijn nieuw zittingsjaar 2020-2021 geopend. Vanwege de COVID-19-protocollen heeft de buitengewone openbare zitting op vrijdag 2 oktober 2020 aangepast plaatsgevonden. In de congreszaal werden onder meer de leden van de rechterlijke macht, het Openbaar Ministerie en het bestuur van de Surinaamse Orde van Advocaten toegesproken door waarnemend hofpresident Iwan Rasul Baks en procureur-generaal Roy Bainach Pandey. De communicatiedienst Suriname legde het volgende voor u vast. Ik val met de deur in huis. Met een dankwoord aan u allen voor uw inzet, samenwerking en ondersteuning in het afgelopen zittingsjaar 2019-2020. Ook voor uw begrip en uithoudingsvermogen voor de vertraagde en belemmerde gang van zaken naar aanleiding van COVID-19 sedert de maand maart 2020. De rechtspraak, de advocatuur, het notariaat en de deurwaarderij, maar ook de departementen met de zorg voor de rechtspraak zijn hierdoor gedwongen te transformeren naar een digitale vorm van zaken doen en procederen, als ook de verwerking van de input, doorloop en output van alle processen, rechtsprocessen en bestuurlijke processen. Voor fysieke partijverschijningen in rechten, verhoor van partijen en getuigen, verhoor van verdachten, zijn er afspraken gemaakt die nog verwerkt worden in procesreglementen. Voor belangstellenden is al het nodige in bekendmakingen te vinden op de website van het Hof van Justitie, rechtspraak.sr. Trainingen, overleg en verhoren op afstand in de strafsector zijn geïntroduceerd binnen de rechtspraak. Onze eerste digitale managementtraining vindt plaats eind oktober 2020. En voor wat betreft afstandsverhoren worden deze vooralsnog gehouden in het kader van toetsing en toepassing van dwangmiddelen binnen de units die deze toetsingen doen. Deze afstandsverhoren kennen enkele kinderziektes en pijnpunten. Vandaar dat de rechtspraak heel spoedig wil overgaan tot de oude situatie en de afstandsverhoren bij wegen van uitzondering toe te laten. Zo gauw het begrote COVID-budget voor de rechtspraak beschikbaar is gesteld door de regering, om onder andere de zittingszalen en cellenhuizen in de gerechtsgebouwen COVID-proof, tevens verhoor aangenaam, in te richten, zal de beproefde wijze van partijverschijning en verhoren terugkeren. In het nieuwe zittingsjaar zullen wij niet anders kunnen dan permanent de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen om besmettingen met COVID op de werkplekken tegen te gaan, en desgewenst zullen de actoren in het rechtsbedrijf hierover met elkaar voortdurend moeten overleggen. Hoewel COVID impact heeft op de samenleving, blijkt niet dat het impact heeft op het aantal strafzaken. De stroom van strafdossiers voor de gebieden van Paramaribo, Wanica en deels Nikeri zijn haast ongewijzigd gebleven. Ook het aantal ernstig gepleegde strafbare feiten in de afgelopen maanden valt ons op.
het Openbaar Ministerie anticipeert op een aantal ontwikkelingen en gaat binnenkort ertoe over om de inzet van haar vervolgingscapaciteit te verbeteren. De benoeming en de beëdiging door het staatshoofd op woensdag 30 september jongstleden van 13 waarnemende substituut-officieren van justitie biedt in één keer de mogelijkheid om van een unitgerichte formatie verbetering te brengen in de aanpak van verschillende vormen van criminaliteit. De president heeft inmiddels bij meerdere gelegenheden als zienswijze van de regering kenbaar gemaakt dat prioriteit gegeven zal moeten worden aan gevallen van corruptie en het vergroten van de veiligheid in de samenleving. Intern zal het Openbaar Ministerie een anticorruptie-unit formeren met meerdere vervolgingsambtenaren voor het aansturen van corruptieonderzoeken, als ook onderzoeken die tot doel hebben om achter het wederrechtelijk verkregen voordeel te gaan voor de inbeslagneming daarvan, gevolgd door gerechtelijke procedures voor de verbeurverklaring van deze vermogens. Kortom, de zogenaamde witwasonderzoeken. Deze unit zal ook heel nadrukkelijk samenwerken met de fiscus, zodat uitwisseling van fiscale data met betrekking tot individuen en rechtspersonen kan plaatsvinden in het kader van lopende strafzaken of nieuw te initiëren onderzoeken. Het plukken van vermogens, om dat zo populair uit te drukken, vermogens die in strijd met de wet zijn verkregen, blijft het motief en daarom zullen naast strafrechtelijke interventies ook fiscale interventies gepleegd moeten worden om dit doel te bereiken. De eerder genoemde anticorruptie-unit zal verder bestaan uit politierechercheurs en externe forensische financiële deskundigen, waarvan wij op dit moment slechts één deeltijds ter beschikking hebben en derhalve uitbreiding van dit externe team dringend gewenst is. Vandaag is de opening van het zittingsjaar en dat houdt dus in dat er eigenlijk, vergelijkbaar met net als hoe een nieuw schooljaar opent, is ook een nieuw zittingsjaar geopend en dat is een formaliteit. En dan zijn alle nodige actoren daarbij uitgenodigd, te denken aan de advocaten, de autoriteiten waren hier, de president, leden van de Nationale Assemblée en uiteraard ook leden van de rechterlijke macht. Er is teruggekeken naar het vorige zittingsjaar, dat is het zittingsjaar van 2019-2020. Dat is geëvalueerd. Hoe was het? Net zoals voor heel Suriname heeft ook de rechterlijke macht te kampen gehad met de nodige uitdaging van de COVID-situatie. Het is niet eenvoudig geweest, maar ik moet zeggen dat deze situatie ertoe heeft geleid dat we nu gaan richting een stukje digitalisering en dat is heel erg positief te noemen. Het is een stukje ontwikkeling. Dus al met al moet ik zeggen dat ik bijzonder blij ben op de wijze waarop de rechterlijke macht in zijn totaliteit met de situatie is omgegaan om toch nog aan de Surinaamse gemeenschap de mogelijkheden te bieden om te komen aan het recht. Verder is ook nog gekeken naar de toekomst. Wat gaat het nieuwe zittingsjaar met zich meebrengen? We hebben gezien dat er een structureel tekort is aan rechters. Er zijn 26 rechters en er zou een minimum moeten zijn van 40. Dus we kampen bij die situatie al heel erg lang. En de president van het Hof van Justitie heeft ook aangekaart dat dat opgelost moet worden en dat er meer rechters benoemd moeten worden, zodat zaken sneller kunnen verlopen. Want de grondwet die zegt dat zaken binnen een redelijke termijn moeten worden afgewikkeld. Maar we zien helaas dat zaken vaak jaren kunnen duren en dat is gewoon niet bevorderlijk voor die rechtsontwikkeling. En daarom is het zo belangrijk dat we ertoe overgaan om meer rechters te gaan benoemen. Verder zijn er ook nog andere aspecten die aan de orde zijn geweest over ICT. In verband met de rechtspraak. Een hele positief markant punt is dat ook de website, de rechtspraak.sr, nu actief is en dat de Surinaamse gemeenschap naar die website kan om de informatie te halen op die website. Verder kijken wij ook uit naar de bevordering van deskundigheid van rechters. Dat heeft de waarnemend president van het Hof ook gezegd, dat heel erg belangrijk is. En kijken wij verder ook uit naar het verstrekken van middelen aan de rechterlijke macht. In de toespraak heeft hij aangehaald
dat er heel lang gewacht moest worden voordat middelen werden vrijgemaakt ten behoeve van de rechterlijke macht, wat helemaal natuurlijk geen goede ontwikkeling is en hopen wij dat dat dit jaar anders zal zijn. Al met al ben ik in elk geval heel erg hoopvol gesteld. Gaande richting het nieuwe jaar. Ik moet zeggen dat wij als Surinaamse gemeenschap in zijn totaliteit, maar ook de rechterlijke macht, de rechtspraak, dat wij met z'n allen gaan dealen met die COVID-situatie en er het beste van maken. En gebruik maken van de technologieën en de middelen die wij hebben. Om zodoende echt de mensen, de justitiabelen aan hun recht te kunnen doen komen. Mohandas Karamchand Gandhi, meer bekend als Mahatma Gandhi, is een van 's werelds meest historische leiders geweest. Hij bezat de eigenschappen van een buitengewoon persoon, was de advocaat van menselijke waarden en nastrever van democratische principes. Zo sprak presidentsvrouw Melissa Santokhi-Sinhasari op vrijdag 2 oktober 2020 bij de herdenking van de 151ste geboortedag van de grondlegger voor een onafhankelijk India. De First Lady legde bij deze gelegenheid een krans bij het beeld van Mahatma Gandhi op het Koyo Mentor en Presentplein. Suriname en India hebben een historische band die 43 jaar geleden werd geformaliseerd middels het aangaan van diplomatieke betrekkingen. In de loop der jaren is de relatie verder geïntensiveerd. Daniel, Ambassador of the Republic of India, members of the Council of Ministers, distinguished guests, ladies and gentlemen, members of the press. The overwhelming support for the decision of the United Nations General Assembly at its 61st session to observe the International Day of Nonviolence on the 2nd of October each year is testimony of the importance the international community attaches to maintaining peace and security. I am therefore honored to make brief remarks in commemoration of the life of one of the world's historic leaders, Mohandas Karamchand Gandhi, commonly known as Mahatma Gandhi. A leader who possessed the characteristics of an exceptional human being, an advocate of passive resistance and an upholder of democratic values and principles. For the government of Suriname, under the leadership of the President Santokhi and Vice President Brunswijk, the principles of democracy, strong democratic institutions, the rule of law, good governance, and human rights are important elements for building a just society and a sustainable future. As we gathered here today to pay homage to the father of India's freedom, we need to observe the many challenges and hardships endured towards the Indian freedom struggle. His contribution to the people of his beloved India is engraved in the rich history and beyond the borders of the Republic of India, as he was known to be a source of inspiration to many political leaders all over the world. Till date, the memory of Gandhi and his form of peaceful civil disobedience lives on, inspiring and giving hope to marginalized communities around the globe. Mahatma, meaning big soul, or Bapu, father, the names he's known for, had started an awareness for nonviolence, justice, equal human rights, and peace among us many years ago, and his efforts
still speaks to us today in the battle of overcoming our own obstacles. This year's commemoration comes at a time whereby the global community joins in celebrating the 75th anniversary of the United Nations, a global mechanism that was established to create a world that is more peaceful, stable, and prosperous, of which the protection and promotion of human rights and equality still plays a crucial role in today's dynamic world. It comes at a time when the achievement of the Sustainable Development Goals by the target date of 2030 is being compromised, not only by the global health emergencies, but also by continued armed conflict, racism, xenophobia, and intolerance. Let us therefore seek guidance and strength by Mahatma Gandhi's own experiences nationwide and abroad to overcome obstacles related to human rights violence, whilst abiding by the rules of nonviolence, equality, and peace as a philosophic thinking to achieve great successes. The statue of Mahatma Gandhi on the Escojo-Manta Present Plain is in the vicinity of the Suriname River, resembles the Rajghat monument near the Jamuna River in India, that also portrays Mahatma Gandhi as a true Yoda, a fighter. Mr. Ambassador, Excellency, our presence here today, embraced by this iconic leader, portrays profound honor and gratitude for his life and legacy, which should undoubtedly remain guiding principles for generations to come. In the late Mahatma Gandhi's word on the occasion of his 151st birth anniversary, I recite the following. The day the power of love overrules the love of power, the world will know peace. We still have much to do to reach the durable peace for humanity. In closing, I would like to take this opportunity to convey sincere congratulations, also on behalf of the President Chandrika Prasad Santokhi, to the people and the government of the Republic of India, as well as the global community. Met de geboortedag van Mahatma Gandhi wordt op 2 oktober ook de Internationale Dag van de Geweldloosheid gevierd. Deze dag is uitgeroepen door de Verenigde Naties vanwege de geboortedag van Gandhi. Gandhi was de leider van het geweldloze verzet in India, waardoor de Engelsen het land verlieten. Deze dag leert de VN mensen over de mogelijkheden van geweldloosheid. Zij is zich ervan bewust dat geweldloosheid, tolerantie, volledig respect voor alle mensenrechten en fundamentele vrijheden van allen, de democratie, de ontwikkeling, het wederzijds begrip en respect voor de diversiteit, intergerelateerde thema's zijn die zich onderling versterken. Zij bevestigen het universele belang van het principe van geweldloosheid met de wens een cultuur van vrede, tolerantie, begrip en geweldloosheid zeker te stellen. De regering doet er alles aan om COVID-19 in Suriname beheersbaar te houden en zal geen risico's nemen om de gezondheid van haar burgers in gevaar te brengen. Om die reden is besloten om, vanwege de toename van de gevallen in Nederland, de eerder geplande doorstart van het personenverkeer met dat land onder strenge voorwaarden te laten geschieden. Tijdens een op donderdag 1 oktober 2020 belegde persconferentie zijn de ministers Albert Jubitana en Amar Ramadien nader ingegaan op de besluiten die de regering in overleg met belanghebbenden uit de luchtvaart heeft genomen. Vanaf vanmorgen is er dus enige onduidelijkheid of vragen die gesteld worden aan de hand van de uitspraak of de bekendmaking van de president die vanmorgen gemaakt is. Maar ook in goed overleg in regeringsverband en met goedkeuring van de president
en ook overleg met de actoren, de luchtvaartmaatschappijen, de organisaties, luchtvaartdienst, SHATA, de ASRA, ook hun bijdrage, hun inzichten hebben we meegenomen. En we hebben afgelopen maandag kenbaar gemaakt of medegedeeld dat wij gaan naar 1 commerciële vlucht per vliegmaatschappij. Gelet op de, met name de route Paramaribo, Amsterdam, vice versa. Maar gelet op de huidige situatie en de toename en de status van Nederland. En daar zal collega Amar zo meteen ook nader op, dieper op ingaan. Hebben wij dus vanmorgen ook in dat overleg overgaat de verantwoordelijkheid die wij als overheid hebben, waarbij de volksgezondheid voorop staat, is het een noodzaak dat wij overgaan om de route Paramaribo-Amsterdam weer gecontroleerd. Met gecontroleerd bedoelen wij dus dat er onder voorwaarden deze route verder dat wij dat invulling zullen geven, waarbij er voorwaarden zijn die door volksgezondheid gesteld zijn. Maar dat houdt dus in, er zijn een aantal vragen, er is gedropt bij ons, dat wij deze week, dat heb ik ook aangegeven tijdens de persconferentie maandag, dat het een grace period is, maar dat ja, gelet op de huidige situatie, dat er daar verandering in zal komen. En voor de periode 4 tot en met 11, dat wij de rekening mee houden, zeker de boekingen die reeds staan voor de vliegmaatschappijen. En vanaf 12 oktober, dat wij dus verdere maatregelen zullen treffen met betrekking tot het toelaten van passagiers, dan wel toeristen of familieleden, vice versa, Paramaribo, Amsterdam, dat wij die zullen onderwerpen aan strengere voorwaarden. Ik zal dus het woord geven aan collega Amar Ramadin, die dus zal ingaan op de regels met of de voorwaarden met betrekking tot onze volksgezondheid, waaraan deze passagiers dienen te voldoen. Ieder die deze week, dus tot en met 3 oktober 2020 uit Nederland naar Suriname komt, zal verplicht gaan in zelfquarantaine. Dit vanwege het feit, we zouden het liefst de mensen in gecontroleerde quarantaine willen zetten, maar vanwege de hele korte tijd en de acute interventie die wij als overheid hebben genomen, dat wij de mensen zelf verantwoordelijk stellen voor hun quarantaine. Wat er daarbij gaat spelen is dat de mensen die aankomen, er is morgen een vlucht uit Nederland en dat wij de vlucht van morgen willen controleren door dat de mensen bij aankomst in Suriname de overheid, dus de autoriteiten, moeten kunnen voorzien van een adres en een telefoonnummer, een vast telefoonnummer bij voorkeur, waarop de mensen te bereiken zijn. Waarom is dit van belang? Omdat de overheidsautoriteiten, met name het BOG en het NCCR, regelmatig inspecties zullen voeren op die adressen die opgegeven zijn. Dat geldt voor de vlucht van morgen. Tevens wil ik gelijk aangeven, indien uw familie morgen komt met de vlucht van 2 oktober richting Paramaribo, dat het wel toegestaan is om uw familielid op te halen, hetzij onder de volgende condities, dat het gebeurt door middel van uw eigen vervoer en waarbij slechts 1 persoon de transport verricht. En onder voorwaarde dat u uw mondkap op hebt bij het transport. Dat zijn alvast de algemene maatregelen natuurlijk in acht neemt, dat u uw handen wast. Geen omhelzingen natuurlijk, ook al ziet u die persoon na maanden, doet op afstand, op een veilige afstand, uw mondkap op hebt en uw handen regelmatig wast. Dat is voor de vlucht van morgen en voor
Eigenlijk tot en met 3 oktober. Vanaf de week van 4 tot 11 oktober 2020 geldt het volgende voor ieder die uit Nederland komt. Hij of zij moet een negatieve PCR-testuitslag die niet ouder is dan 48 uur tot 72 uur overleggen. Ik zeg het nogmaals. Vanaf 4 tot 11 oktober 2020 geldt het volgende voor ieder die uit Nederland komt. Hij of zij moet een negatieve RT-PCR-testuitslag bij zich hebben. En dat wordt al aangetoond bij het instappen. Want als u dat niet kunt aantonen in Nederland, komt u de vlucht niet binnen. Er zal een checklist zijn bij instappen waar de personen, waar de luchtvaartmaatschappijen de verantwoordelijkheid op zich nemen om die checklist af te gaan. Met name dus een negatieve PCR-testuitslag is een van de meest belangrijke zaken welke u in uw bezit moet hebben. En het mag niet ouder zijn dan 48 uur tot 72 uur. Voor kinderen jonger dan 12 jaar is de vereiste van een negatieve PCR-testuitslag niet vereist. Mag het hebben, maar het is niet vereist. Verder moet de persoon, hij of zij dus, betalen voor quarantaineopvang in Suriname in een lokaal hotel. Wij zijn bezig met de Chata en die lijst hopen we dan morgen gewoon geformaliseerd te hebben. Die zullen beschikbaar gesteld worden voor de reisbureaus en de maatschappijen waar u, indien u terug moet komen naar Suriname, wel een reservering dient te plegen bij een van die hotels. En dat zal ook een ander vereiste zijn welke nodig is voor terugkomst naar Suriname in de week van 4 tot 11 oktober 2020. Een andere vereiste die u nodig gaat hebben, is een verzekering waarbij, een reisverzekering waarbij ook COVID-19 staat opgenomen in de verzekering. En als dat nu niet mogelijk is op een of andere reden, zult u gevraagd worden een verklaring in te vullen in Nederland waar u zich committeert. En dat geldt dus voor de toeristen, want we gaan ervan uit dat onze ingezetenen hier een verzekering hebben en de overheid ook hun verantwoordelijkheden heeft naar onze ingezetenen toe en onze Surinamers toe. Maar een toeristen dan, in ieder geval personen met een buitenlandse nationaliteit, een verzekering zullen moeten hebben met COVID-19 in het pakket van diensten. Of u zult gevraagd worden een verklaring te tekenen waarin staat opgenomen dat indien u in Suriname COVID-19 positief getest wordt of ziek wordt, de kosten voortvloeiend uit de medische behandeling en diagnostiek ten koste zullen zijn van u. Dat is sowieso een vereiste. Dus er zijn dus 3 belangrijke vereisten welke nodig zullen zijn om in de week van 4 tot 11 oktober 2020 Suriname te bezoeken. En dat was Focus. Mag ik u bedanken voor uw aandacht? Goedenavond.